Als u op vrouwen zou vallen in plaats van op mannen, wie zou u dan doen in de Tweede Kamer? Goedenavond, u kijkt naar Kamervragen, Kijkersvragen. Mijn naam is Bram Douwens en mijn gast is Henk Krol. Goedenavond, meneer Krol. Goedenavond. Kan ik u een lekker kopje koffie aanbieden? Ja, je zal het niet geloven, een Brabander die geen koffie drinkt. It's corona time. It's corona time. Hey, it's corona time right now. Heb je ook niet af en toe zin om mensen die je aardig vindt een klop op de schouders te geven? Knuffelen. Knuffelen. Een hand. Hand te schudden. Ja. Ik mis het enorm. Ja. Ja, die nul-meter-samenleving, die komt toch wel weer terug, mogen we hopen. Ik mag het oprecht hopen dat we heel binnenkort dat tafeltje alleen nog maar gebruiken om leuke glazen op te zetten. Maar als die er al niet eens op staat, kan het tafeltje dan weg. Vindt u dat wij ons nog moeten uitspreken over wat er in Amerika is gebeurd? Nou, dat gebeurde, hè. Daar hebben we ons heel duidelijk over uitgesproken. En toen hebben we ineens alle maatregelen niet in acht genomen. Ja, luister, ik ben zo tegen alles wat met discriminatie te maken heeft, dat ik daar heel stellig in ben. Maar je moet het altijd wel op een nette manier doen. Heel veel dingen die een ander aanziet voor discriminatie is vaak niet als zodanig bedoeld. En wij zijn vaak banger voor discriminatie dan nodig is. We hebben kijkersvragen. Oh, leuk. Vraag van Marjolein Verschoor. Als u op vrouwen zou vallen in plaats van op mannen, wie zou u dan doen in de Tweede Kamer? Femke. Ja, natuurlijk. En niet Femke Halsema, want die zit niet in de Tweede Kamer. Femke Merel, ja. Dat is een knappe vrouw, hoor. Dit is een vraag van hashtag stop de lockdown 5G vaccinaties. Wanneer ziet u eens in dat wij allemaal corona krijgen door 5G? Nou, dat zie ik niet in. Dat gaat trouwens meteen mijn telefoon. Hoor je dat? Dat had ik uit moeten zetten. Meneer, mijn voorlichter, wilt u mijn telefoon pakken? En dan moet je hem even op luidsprekend zetten of zo. Nee, luister, er is zoveel onderzoek gedaan waar gezegd wordt dat het niet gevaarlijk is. Ik vind wel dat we het heel goed in de gaten moeten houden. Want ik vertrouw niet elk onderzoek. Maar op dit moment denk ik, ik vind het gevaarlijker dat we de techniek uit China halen. En ik vind dat we Huawei het liefst zouden moeten weren. Ah, dus in zoverre... Kamervraag. Al vaak gedaan. Ja, nee, blijf het noemen, kamervraag. Maar ik ben niet zo bang voor 5G. Ik ben wel bang voor de producent van 5G. Duidelijk. Maar ook de producent van 5G zorgt niet voor corona. Nee. Vraag van Femke Jasma uit / van Tessel. U heeft hetzelfde favoriete liedje als ik, So Strong van Labi Cifre. Zou u een stukje willen zingen? Ah, ja, maar het is het einde van de uitzending. Ja, het is het einde van de uitzending. Hierna gaat iedereen toestel uitzetten. Ja, dat mag. Doe het voor Femke. Nee, ik kan niet zingen, maar... De voorlichter vindt het niet goed? De voorlichter gebaart van niet. Waarom die voorlichter, daar trek ik me nooit iets van aan. Maar dat is... Maar Femke Jaarsma zit hier op te wachten. Het gaat om de tekst dat je iets van binnen hebt wat zo sterk is, wat je aanzet tot datgene Something wat je inside wilt. Me so strong. So strong. En ik zou iedereen willen zeggen, laat mij het niet zingen, want het klinkt echt nergens naar. Maar als, misschien kan je dat doen, hè? Klein stukje van dat nummer, het refrein erachter. Zullen we even naar luisteren met z'n tweeën dan nu? Ja, dat lijkt me prachtig. Something inside so strong. I know that I can make it. Oh, you're doing me wrong, so wrong. Ja. Dat zegt hij. Ja, mooi. Dank u wel voor uw openhartigheid. Wat vond u ervan? Ik vond het kleedje van mijn oma vond ik heel leuk. Dat je niet een gezellig glaasje wijn meegenomen hebt, dat vond is ik wat minder. Ja. Voor de volgende keer, lekker glaasje rosé, zeker als de zon schijnt. Ja, het is nog wel voor 12 uur, hè? Maar toch niet als je het uitzendt? Oh ja.